Museum Het Valk of Museum Kam en het archeologisch depot in Nijmegen moeten alle drie flink worden verbouwd voor meer dan ruim 20 miljoen euro. De gebouwen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De opslag en presentatie van het archeologisch erfgoed in Nijmegen en Gelderland hebben een forse kwaliteitsimpuls nodig. Dat is de conclusie van een onderzoek dat dinsdag is aangeboden aan de gemeenteraad van Nijmegen en Provinciale Staten. Het onderzoek is uitgevoerd door het Nijmeegse College van BMW en gedeputeerde staten van de provincie. Een verbouwd gemeenschappelijk, gemeentelijk of provinciaal depot wordt geraamd op 8,3 miljoen euro. Nijmegen en de provincie nemen beide de helft van de kosten voor hun rekening. De exacte bedragen en definitieve besluiten volgen dit najaar.